Ja! Valentijnsdag! Hiep, 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 hiep. Ik heb even een korte boodschap hoor. Het is Valentijnsdag vandaag. En gefeliciteerd aan degene die met Basra of vriendin op de bank zit. Maar ik heb een speciaal Valentijns gedachte voor degene waar geen bijzondere aandacht naartoe gaat vandaag. Jullie herkennen jullie zelf wellicht wel. Wat ik hier heb is een mooi roosje voor mezelf. Ja, ik ben vandaag de deur uitgegaan en ik heb een mooie rode roos voor mezelf gescoord. Om absoluut de liefde te vieren. Vandaag is toch absoluut de dag van de liefde. We hoeven niet te gaan kijken wat Valentijn vandaan komt. Maar de betekenis vandaag, zoals we dat jij en ik toch voelen, is de dag van de liefde. Dat wat mensen kunnen geven, jij en ik kunnen geven. Dus ik heb mezelf een geschenk cadeau gedaan. Ik heb mezelf dit prachtig bloemetje gehaald. En ik ga die zo direct ook mooi in de vaas zetten. Want ook ik vier de liefde. Ik vier verbinding, genegenheid. Het is wat ons mens maakt. Het is echt wat ons mens maakt. Het vermogen om liefde te kunnen geven, maar ook liefde te kunnen ontvangen. En Valentijns drukt ons elk jaar weer met de neus op de feiten dat wij wezens zijn die liefde nodig hebben en liefde kunnen geven. Maar let op. Ga niet wachten tot mensen jouw liefde geven. Heb geen passieve houding wanneer het gaat om liefde. Dan gaat niemand jou of mij meer liefde ooit kunnen geven dan u of ik. Dus wellicht gaat vandaag een klein beetje aan je voorbij, omdat niemand je toespreekt met een bijzondere Valentijnsgedachte. Of niemand die een bloemetje voor je komt brengen. Vergis je niet. Er zal geen materie ooit zijn. Of er zal geen persoon anders zijn die rondloopt op deze aarde dan jijzelf. Die jou het meeste liefde geeft. Dus draai Valentijn of de Valentijnsdag ook een klein beetje terug te draaien naar u. Zoals ik het voor mezelf terug heb gedraaid en heb gezegd. Varello, find the creator. Dus niemand, en er zal ook niemand ooit zijn in mijn leven, die mij meer liefde zal geven. Happy Valentine's Day. Find the creator. Beetje een mooie bloem. Maar ik heb ook zeker aan jullie gedacht hoor. Ik heb er nog één. Ja, nee, ik heb ze niet gewisseld. Ik heb aan je gedacht. Ik heb wel aan je gedacht, want ik heb een tweede bloemetje gekocht. En deze is symbolisch bedoeld naar iedereen die dit op deze video ziet. Zoals ik eerder zei, we zijn mensen die liefde geven en ontvangen. Wel, van deze plek zegt Find the Creator a happy Valentine's Day. En je bent mijn Valentijn hoor. En dit is je bloemetje. Geniet van de dag. Geniet van liefde. Bye bye. Mm-hmm.